Welkom, beste kijkers, bij dit interview met profbasketbalster Julie van Loo. Beste Julie, wat fijn dat u erbij bent. Ja, hoe startte uw passie voor basketbal? Hey, dag Sander. Fijn om erbij te zijn. Mijn passie voor basket start al van een heel jonge leeftijd. Ik was 4 jaar toen ik begon met basketten, dus het was al van heel vroege leeftijd. En mijn mama heeft me eigenlijk naar de microbejongens in Oostende gestuurd nadat ik constant met een bal zat te dribbelen binnen. Ze zei, het is nu genoeg. We mochten een beetje gaan basketten in een sportzaal. En zo is dat eigenlijk begonnen. Nu, welke attitudes heeft een goede basketbalster nodig? Sowieso. Talent is één iets natuurlijk, maar het is niet alles. Je moet sowieso hard werken om er te geraken. En je moet discipline hebben. Je moet een soort van routine kunnen steken in het dagelijks leven en zo. Dus er komt heel veel bij kijken. Zeker als het op professioneel niveau is natuurlijk. Maar het begint allemaal met een droom. En dat is een droom dat je zelf in moet geloven. En stap voor stap zet je eigenlijk doelen. En zo probeer je er toch wel te komen. Maar talent is zeker niet alles. Het harde werk en dedication is zeker belangrijk. Hoe is dat dan bij u gegaan door uw carrière heen? Ik ben op vroege leeftijd eigenlijk vertrokken uit Oostende om naar een damesploeg te gaan. En ik wou eigenlijk alleen maar bij Ypres spelen, omdat dat de enige ploeg was waarvan wij dan toen met de jongens hadden verloren. En dat is de ploeg van Philippe Mestach, onze bondscoach. Ik speelde toen samen met, en nog altijd eigenlijk, met Emma Meeseman en met Hanne Mestach. En de zus Kim dan ook bij de eerste ploeg later. Dus allee, ik heb eigenlijk heel veel te danken natuurlijk aan Ieper en aan Philippe Mestach en aan die meisjes. Dat is dan een hele harde band opgebouwd natuurlijk. Dus dat is eigenlijk van mijn 8 tot mijn 16 heb ik dan daar gespeeld. En eigenlijk mijn jeugdopleiding had. De beste jeugdopleiding. En Oostende Ieper is niet bij de deur. Dus ook heel dankbaar dat mijn ouders mij altijd hebben willen brengen. En daar de weekends verblijven ook. Omdat ik toen match had met de minimen en de kadetten en de eerste ploeg en zo heen dat. En dan op mijn 16 heb ik een kans gekregen om semi-prof te zijn bij Waregem. En heb ik die kans ook gegrepen, veranderd van school ook en zo. Dus weg uit Oostende, gaan wonen in Waregem samen met mijn mama. En ook weer alles in functie van de sport. Op mijn 19e had ik mijn eerste profcontract bij Frankrijk. En zo is dat eigenlijk een beetje gelopen. Natuurlijk was er ook nog uw 16, uw 18 en uw 20 nationale ploeg bij. Waarin natuurlijk ook heel hard wordt opgemerkt natuurlijk door scouts en zo verder en agents. En eigenlijk mijn jeugdnationale ploegen is, daar heb ik ook heel veel, ben ik heel hard onbolster, zelfs speelster. En dan op mijn 15 had ik ook mijn eerste selectie met de Belgian Cats, dus ook op een hele jonge leeftijd. Het is allemaal heel vroeg begonnen bij mij, dat is sowieso wel. Ik heb heel snel volwassen moeten worden. Toch wel een mooie palmares om naar terug te kijken. Nu, hoe beleef je jouw leven als profbasketbalster? Bedoeld in het buitenland en zo, hoe dat gaat? Ja, en hoe dat in zijn werking gaat, hoe beleef je dat eigenlijk? Het is een leven apart. Je laat je huis en je thuis achter sowieso. Het is niet gemakkelijk om iets zeg maar hier op te bouwen, want je moet direct afscheid nemen en zo verder. Dus ik hoor van alle kanten, oh, dat is een fantastisch leven en zo, dat is het zeker. Ik leef mijn droom, maar je moet constant je thuis verlaten en dan een nieuwe thuis zelf creëren, zeg maar, voor een maand of 8. En dan laat je dat ook alweer los. Dus als je daar eigenlijk gewoon wel gesetteld bent, dan moet je eigenlijk terug vertrekken om hier thuis te komen en terug weer in die omgeving te zijn van vrienden en familie. Maar het leven is, het is heel veel trainen, heel veel druk, veel matchen, veel, veel zware lange verplaatsingen met de bus of met het vliegtuig. Als je als buitenlandse bij een ploeg speelt, in gelijk welk land, is er altijd wat meer druk, omdat jij komt om echt wel te gaan niet investeren in een buitenlandse voor op de bank te zitten. Dus sowieso komt die druk daar wel altijd bij kijken. Maar het is wel een leven die mij heel hard ligt. Ik ben echt iemand die... Ik ben graag op mezelf, ik ben graag op mijn PlayStation, ik kijk super graag voetbal en Champions League en zo verder. Dus ik kan altijd, sommige vragen, maar verveel je soms niet, maar totaal niet eigenlijk. Dus,
Ik vraag me af, wat is uw favoriete sportmaaltijd? Mijn favoriete sportmaaltijd. Ik denk dat dat dan toch wel een pasta zal zijn. Dat is hetgene die mij toch ook het meeste energie heeft voor een match. Ik heb ook lang gezocht naar wat is er goed voor mij en wat niet. Vroeger, als ik jonger was, was dat altijd puree met ei. Heel raar. Maar dat is puree en ei mixen. En dat is maar eens proberen als je fan bent van zowel puree als ei. Dan kan dat wel echt lekker zijn, maar het vulde mij toch niet goed genoeg. En dan heb ik pasta. En ik eet eigenlijk altijd pasta bolognese de dag voor de match. Want de dag zelf is het voor mij minder belangrijk waar ik ben. Het is vooral voor mij de dag ervoor. Maar echt al dat energie op de boom. Dus ik zou zeggen pasta bolognese. Gemaakt door mezelf, want alleen mijn saus is de beste. Nou, dat is goed om te horen. Je mag sowieso altijd eens een saus opsturen, maar ik denk dat het tegen dan al niet meer goed is. Oh. Wat is uw mooiste moment uit uw carrière tot nu toe? Goh, ik zou zeggen met de nationale ploeg, denk ik, zijn er twee momenten dan met de jeugd, de gouden medaille onder 18 en onder 20. Dat zijn twee hele mooie momenten natuurlijk als jong meisje. En dan nu op mijn volwassen leeftijd, dan zou ik zeggen. De bronzen medaille in Praag met de nationale ploeg. We schreven daar eigenlijk geschiedenis. Ik denk dat dat een ongelooflijk chic moment was, die mij nog altijd heel hard bijblijft. En dan voor mezelf een seizoen, denk ik, mijn kampioenschappen in Zweden bij Luleå. Dat is ook een van mijn beste jaren. En ik heb mijn hart ook echt verloren in Zweden. En ben ook zeker dat ik daar ook nog wel ga teruggaan in deze komende jaren, zeg maar. Op dit moment speelt u in Spanje. Ja, maar mijn contract loopt daar eigenlijk af. Ik teken altijd voor 1 jaar. In basket is dat niet zo. Dat gebeurt niet heel veel dat je voor meerdere jaren tekent. Meestal is dat een 1-jarig contract. Zelf krijg ik soms de vraag om meerdere jaren te tekenen bij een ploeg. Maar als ik dan niet gelukkig ben of ik heb geen zo'n goede band. Of ik voel dat de coach mij niet te veel meer kan bijbrengen of zo. Ja, je weet nooit waar je belandt, zeg maar. Dan wil ik liever gewoon zelf de beslissing nemen van als ik dan toch gelukkig ben en ik wil blijven, ja, dan blijf ik gewoon. Maar als ik dat niet ben, dan ben ik nog altijd vrij om te gaan staan waar ik wil. Dus eigenlijk ben ik niet meer eigendom van Zaragoza. Dus Het ik liefst speel daar blijven ontdekken eigenlijk. eigenlijk dan. Ja, Wel. sowieso. Ik heb in heel veel landen gezeten ook, dus ik vind dat wel leuk. Ik heb daar geen probleem mee. Laatste vraag. Welke ambities heb je eigenlijk nog als prof? Ik wil eigenlijk vooral het beste uit mezelf halen. En elk jaar proberen een stapje hoger te gaan in de competitie. In een betere competitie of in een hogere competitie. Dus ik wil eigenlijk gewoon elk jaar omhoog gaan en elk jaar eigenlijk, ja, ik zeg het beste van mezelf. Ik denk dat ik ben eigenlijk 28, maar ik voel dat ik nog sprongen kan maken. Dus ik ben daar vooral eigenlijk mee bezig om gewoon eigenlijk het beste uit mezelf te halen. Maar zeker niet mijn eigen geluk en mijn eigen waarden en normen te verliezen. Want dat is nog altijd wel een grote prioriteit voor mij. Geluk Oké. en gewoon is belangrijk. Dus, voilà. Super. Julie, ik onthoud twee dingen. Je bent super professioneel en sportief. En je hebt ook een talent voor het maken van spaghetti saus. Dus dat is Ja. goed om te weten. Nee, ik dank u van harte voor het interview. En ik kan u alleen nog maar heel veel succes toewensen in alles wat je doet. Dank je wel.